De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, SAO, streeft ernaar om het LAS-instituut van Suriname te worden, zegt directeur Joyce Lapaar in een gesprek met de nieuwsdienst. Lapaar benadrukt dat haar school de afgelopen tijd niet stil is blijven zitten, ondanks de vele uitdagingen. Deze week zijn er 16 jongeren begonnen aan een opleiding om gerenommeerd lasser te worden via het SAO. We zijn niet stil blijven liggen, maar dit project, het is wel belangrijk dat die samenleving weet dat we bezig zijn en dat we het doel van SAO is, of die droom die SAO heeft, is dat wij het lasinstituut van Suriname willen worden van overheidswegen. Want natuurlijk, er zijn particuliere initiatieven en wij vallen onder die overheid. Dus vanuit overheidswegen willen we het lasinstituut worden van Suriname. En we hopen dat in december 2024 te bereiken. Lapaar zegt verder dat haar organisatie nog steeds de naweeën van de COVID-19-pandemie ervaart. Het instituut moest toen een hele tijd gesloten blijven en heeft weinig jongeren kunnen accommoderen, wat zwaar tegenviel. En dat heeft te maken met een gat dat ontstaat in je budget, waardoor je weinig kan doen. Onderhoud van de gebouwen, dat zal u gemerkt hebben buiten. Dus we proberen stapsgewijs of stapvoets weer invulling aan te geven om het gebouw ook een nieuw jasje te gieten. Het is niet makkelijk, maar we zeggen niet van dat we het niet kunnen. We proberen het en het is ons gelukt. Dit is onze tweede afdeling. In mei hebben we de afdeling ABR, Auto Body Repair, wat bekend staat als spuitafdeling. Hebben we een facelift laten ondergaan en nu zijn we bezig met lassen. En het traject tot december dat we willen inzetten is dus zowel lassen als ABR, voorzien van alle veiligheidsvoorschriften die er moeten zijn. De SAO-directeur geeft verder aan dat de SAO niet mag klagen als het gaat om het aantal inschrijvingen. Er is nu veel animo. Nog mooier is dat de aanmeldingen op eigen initiatief geschieden.